Hallo, goeie avond. Ik ben mijn deur gaan, voilà. Wij allemaal. Hallo, hallo, hoe is het met jullie? Hey, dus goeie avond allemaal. Het is weer maandagavond en we zijn weer talrijk aanwezig. Heel leuk. Ik wou dat jullie allemaal in real life voor mij zaten. Dan kon ik jullie allemaal zien. Dat zie ik nu niet, helaas. Bindakaas. Maar ik zie wel veel oogjes die live aan het kijken zijn. Dus pressure is on, hè? Om er weer iets heel leuks aan te maken. Nu, zoals gewoonlijk is het maandag FAQ. Dus Ask the Founder. Dus jullie mogen vanavond al jullie vragen stellen aan mij. Ook suggesties. Om bijvoorbeeld woensdag doe ik altijd een beautyprobleem om dat bijvoorbeeld aan te pakken. Dus ik zou zeggen, kom maar op met de vragen. Eender wat mogen jullie vragen. Jullie mogen me alles weten over onze productontwikkeling, over beautyvragen, over producten zelf, over hoe het ontstaan is, etc. Dus alles wat je wil weten, mag je vandaag vragen aan mij. Dus ik ben benieuwd wat er wordt gezegd. Nu, in de tussentijd zal ik misschien iets heel leuks aankondigen. Want jullie weten, het is bijna Sinterklaas. Hè? En ik weet niet of jullie het gezien hebben. Maar ik heb zondag, doe mijn Let's Talk Beauty om 11 uur op Instagram. Heb ik zondag de Sint kunnen strikken. Dus ik ga zondag de Sint interviewen over beauty dingetjes en zo. En over hoe ze bijvoorbeeld zijn baard verzorgt. En of de Sint een vrouw heeft bijvoorbeeld. En met wat die zich mengt. Want wie weet kunnen we nog wel zo'n persoon aan de Sint verkopen. Etcetera. Maar wat vooral heel leuk is. We hebben een kleine actie. Maar we doen een hele leuke giveaway. Nu komende zondag. Ja, we hebben een rat besteld. Zo een heel leuke zo'n persoonrat. En dan gaan we een prijs weggeven. En aan wie hebben we die prijs weggeven? Eigenlijk aan alle bestellingen die geplaatst zijn deze week via onze website. En die kan je dan ook laten afhalen in de apotheek of verkopen bij jou in de buurt. Dus als je iets koopt en je doet dat via onze website, uit die pot gaan wij een prijs in winnaar trekken. En die gaat een hele geweldige prijs krijgen van mij. Dus dat is ook wel een leuk, wist je dat je. Dus zondag om 11 uur op Instagram kan je dus terecht om live de winnaar te zien. Ik ga eens kijken. Ondertussen zijn er wat vragen binnengekomen op deze maandagavond. Want je mag vragen raken, zou ik zeggen. Alle vragen kunnen vandaag hier weer terecht. Sanne zegt, ik heb de brons blush gekocht. Wat mooi. Ja, de brons blush is top. Hè? Ik ga hem er nog eens bij halen. Ik ga hem nog eens opdoen. Ik vind dat een super, super mooie kleur voor de mensen die hem nog niet kennen. Het is een zacht bruin allround kleur voor alle soorten huid eigenlijk. Ik kan hem gebruiken. Er zit zo'n klein glansje in. Ik zal hem nog eens opdoen. Ik ga hem eens met de poederkwast aandoen. En dan, ik heb natuurlijk al een beetje blush op, maar die geeft zo instant kleur op de huid. Ik vind dat een heel mooie kleur. Ik vind die trouwens ook mooi als je ze heel weinig gebruikt en dan zo even zo over je gezicht volledig zet. Maar echt zo een prutsken, hè. Ik bedoel daarmee, je moet gewoon maar zo'n tippen daarin. Zo. Je draait die goed. En op een deksel waar niks in zit. En dan gaat je zo'n over je gezicht. Dat is ook ideaal in de winter als je zo wat weinig kleur hebt. En doordat er zo'n beetje glans in zit, is die ook heel mooi. Maar zuinig dan, hè. Pascal, welke gloss deed ik juist op mijn lippen? Ik deed deze, dat is een bonbon. Vond mijn lippen waren een beetje droog. Ja, typisch nu in de winter. Ik had een beetje van die bonbon gedaan. Dat is zo'n nude kleur. Dat maakt de lippen bleker. En dat vind ik soms wel mooi. Kijk, oh, nu heb ik veel te veel aan het doen. Maar, het gebeurt nogal. Voilà. Ik vind dat wel een mooie kleur. Zo, kleuren toch geen kleur. Maar als je te veel gebruikt, dan is dat natuurlijk niet schoon. Hè? Ik doe dat even weg. Sophie de Veu, je vraagt of er een nieuwe slijper op komst is. Ja, onze huidige slijper, blijkbaar zijn er af en toe dat er iemand zegt, mijn waterproof potloodjes slijpen niet goed. Dus ik ben bezig geweest inderdaad met een nieuwe slijper. Dat gaat natuurlijk niet voor morgen zijn, dat duurt altijd een tijdje. Maar er komt volgend jaar sowieso een nieuwe slijper. Er
komen nog veel nieuwe producten uit volgend jaar. En daarvoor had ik ook een andere slijper nodig. Dus. Hey Sarah. Concealer stick nummer 1. Terug op voorraad? Nee, maar heel goed nieuws. Is klaar in de fabriek. Ik mag hem morgen gaan laten ophalen. Dat wil zeggen dat hij binnen 2-3 dagjes bij ons is. En dan is hij dus vanaf volgende week terug te verkrijgen. Dus dat is super goed nieuws, want die heb ik gemist. Hè? Ik denk dat ik niet de enige was die die gemist had. Dus er 2 was nog op voorraad. Het is nummer 1 die overal uitverkocht was. Dat is zo de all-round kleur. En ook high coverage. Kijk, hè? Je kunt dat zo... Hop, dat dekt enorm. Ik ga ene kant dus doen. Dat is mijn concealer brush. Lasse. Ik vind dat zo een hele, hele goeie. Zeker, we zijn bijna het einde van het jaar. Iedereen, de laatste loodjes. Ik vind dat altijd zo... Eigenlijk vind ik dat wel fijn, zo die kerstvakantie. Ik vind dat eigenlijk leuker dan de zomervakantie. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik vind dat zo... Dat is zo de afsluit van het jaar. En dan hopelijk volgend jaar een ander jaar dan dit jaar. Maar ik vind dat wel een heel fijne periode. Maar ja, dan hebben we meestal wel wat concealer nodig. En je ziet, die dekt in 1 laag fantastisch. Dus die is almost terug in house. Dus ik ben heel, heel, heel blij. Shana vraagt, ik had vroeger de Terre en Indien Bronze, welke van 100% is gelijkaardig? Wel, Shana, dan zou ik gaan naar de Brunette Soleil. Dat is een vrij donkere. En dan zou ik het aanbrengen met een echte poederkwast. Net zoals ik die gewone bronze heb gebruikt, maar deze is nog intenser. Dus dan kan je dat daarvoor gebruiken. Hè? Mirella. Vraagt, misschien een rare vraag, maar moeten je visagisten alle producten die ze tonen in de lives zelf aankopen of worden die gesponsord? Wel, Mirella, onze visagisten die werken sinds jaar en dag met 100% en die krijgen natuurlijk een testerkit van ons met alle productjes, anders gaan ze geen workshops kunnen geven en daarmee kunnen ze dus aan de slag tijdens de lives. Dus een reden om visagisten te worden voor ons, zou ik zeggen. Evi, palet nummer 1, terug beschikbaar. Helaas niet, nog niet. En het gaat zeker ook niet meer dit jaar zijn. Jammer, hè? Karin, maar, allee, Evi, we hebben de refillables, hè? Ik vind dat wel een heel goed alternatief. Dan kies je eigenlijk de kleurtjes die je vooral wil en daar ga je mee aan de slag, hè? Kan wel, hè? Karin vraagt, van waar komen de grondstoffen voor de producten? En in welk land worden producten vervaardigd? Wel, Karin, de meeste producten van ons, de assemblage gebeurt in België. Maar de fabrikage, dus de bulk, wordt in Noord-Italië en Spanje vooral gefabriceerd. Daar is eigenlijk een beetje het mekka van de make-up. In België zijn er heel weinig make-up fabrieken. Veel cosmetica fabrieken, maar weinig make-up fabrieken. Vandaar dat we ook in het buitenland moeten produceren, maar we blijven wel Europees. Dus voilà. Karen, doe je soms nog inspiratie op van de looks op de fanpage? Ja, natuurlijk doe ik daar inspiratie van op. Ik vind dat fantastisch hoe jullie altijd die foto's delen op die fanpage van jullie looks. En dan denk ik, ah, oh, dat is mooi, dat moet ik ook eens proberen. Ik vind zo vaak die combinatiestof, zo het nieuwe kleur, dat ik dacht, die ga ik ook eens doen. Dus zeker blijven doen, vind ik echt een top inspiratie. Maar ook niet alleen de looks, maar ook jullie geven daar super goede ideeën. In verband met productontwikkeling, welke producten jullie heel goed vinden, welke producten jullie minder goed vinden. Of waar jullie ook moeilijkheden mee hebben. En ik vind dat geweldig mooie informatie om iets mee te doen. Lisbeth, soms nog wat last van puistjes op de kin en de neus. Gebruik de groene concealer, dan de liquid foundation, dan de losse poeder. Maar toch blijft het nooit lang. Mijn rode puistjes komen snel door. Wel, Lisbeth, ik denk dat je misschien iets meer poeder hebt moeten gebruiken. En dan je poeder echt gaat induwen. Dus dat is heel belangrijk als je iets te verbergen hebt. En je zegt, ik wil goed concealen op mijn kin. Dan zou ik echt je product erin gaan duwen en dan de fixing spray bijvoorbeeld erover gaan zetten. Dat kan zeker. Ik probeer het zo eens en ik laat mij maar weten wat het geeft. Maar niet zuinig zijn met poeder, wel zuinig zijn met de crèmes en de liquids. Woep, mijn dingetjes vallen. Claudia zegt, bronze blush mijn favoriet. Ah, voilà.
Sophie, je hebt de liquid concealer 1, deze, en dan het kleine potje concealerpoeder. Beide combineren, ja. Maar dan zou ik eerst de liquid doen, want dat plakt. En dan daarover de concealerpoeder. Nooit eerst poeder en dan met liquids gaan werken. Altijd eerst liquids en dan de poeders erover. Ik ben even aan het lezen, hè. Ah, Pascal zegt, ik heb donkere lippen, dus die lipgloss is niet zo mooi. Nee, klopt. Als je donkere lippen hebt, dan is deze niet de mooiste kleur. Daarvoor hebben we de Cuberdon. Ik heb die hier niet liggen, want die ligt in een van mijn handtassen. De Cuberdon is zo'n framboosrood. Dat is super mooi bij donkere lippen. Deze bij donkere lippen gaat grijs en grauw maken, dus dat is geen ideale combinatie. Dus je kan best dan de Cuberdon opdoen. Lipkits komen volgende week liggen die in de verkoop. Dat is super lang. Ik zal trouwens volgende week maandag in mijn live al de lipkits. Dan zijn ze helemaal compleet. Zal ik ook aan jullie laten zien. Hè? Bronze blush ook voor rijpere huid? Zeker wel, maar zuinig. Carmen, komt er ook een matte foundation poeder? Wel Carmen, we hebben onze fixing poeders in mat. Die zijn mat, die kan je over de foundation poeder doen. Of de compacte foundations. Die zijn ook veel matter dan de losse. Dat komt omdat er iets minder mica in zit. En daardoor gaat die iets, ja, die gaat wel dekkend zijn, maar die gaat minder glanzend zijn. Dus als je matter zoekt, zou ik dat doen. Eye primer, ik hoop nog voor kerst. Dan komt die binnen. We hadden een klein probleempje met het basisingrediënt. Dat niet op voorraad was en dat konden ze even niet meer leveren. Maar het komt er wel aan. Valerie, waar haal je de inspiratie van de nieuwe kleurtjes en producten? Ja, Valerie, ik weet het niet. Ik ben zeer sensitief ingesteld. Ik bedoel daarmee als ik op vakantie ben of ik... ik ben ergens, we moeten daarom nog niet vakantie zijn, want dit jaar ben ik ergens geweest bijna. Ik vind kleuren van natuur heel vaak mooi en zo, een zonsondergang. Of ik denk, oh, dat is een mooie combi. Of uit mode, of uit trends. Als je veel magazines en zo doorbladert. En ik ben er ook wel gevoelig voor. Dus ik denk dat ik gewoon daarom die beelden in mijn hoofd heb en dan dat ik denk, zo gaat dat zijn. Plus, jarenlang denk ik ervaring in de make-up. Ik heb heel veel mensen en vrouwen op mijn stoel gehad. En ik denk dat je dan wel goed weet van welke kleuren zijn mooi bij dames. Hè? Grote koffer, even. Ik ben aan het wachten. Ik ben aan het wachten. Ik weet het niet. Ik denk anderhalve week, hoop ik echt. Charlotte Lipkits? Nee, volgende week dus. Welke kleur zit op mijn ogen? Niks. Ik heb deze ochtend... Wat heb ik gedaan? Deze ochtend heb ik een beetje chocola gedaan, maar dat is eigenlijk gewoon weg. Ik had gewoon zo met een blendkwast, want dat doe ik nogal eens. Ik vind dat eigenlijk wel een fijne techniek. Zo, gewoon geen lijntje doen en dan gewoon met je oogschaduw zo even daartegen en even daartegen. Nu is het meeste wel weg, maar dat geeft wel een heel zacht effect. Waarom gaan de grote spiegels uit het assortiment? Omdat, liefste Shirley, als we blijven dingetjes uitbrengen, dan is ons gamma zo groot. En dan gaan onze lieve apothekers en verkooppunten een pand moeten bouwen voor enkels van persoon neer te zetten. Dus ik denk niet dat dat kan. Daarom, heel af en toe doen we zo'n limited edition. En dat hadden we met de grote spiegels. Evie, ja, de refillables moet ik toch eens gaan zien. Dat zou ik ook wel doen, Evie, want die zijn ook al echt heel mooi, hoor. De nieuwe lipsticks, ja, Claudia, nog heel even één weekje en dan zijn ze er. Is Cindy Evenaren van Saint Pierson naar het woestijnzand? Ja, dat zijn deze poeders, hè. Dat zou ik doen, het brunette dan. Celeste Limited Edition penselen ook volgende week. Ik zal ze misschien nog eens laten zien. Wat zit er allemaal in?
Ja, ik heb die allerkleinste natuurlijk weer nog altijd niet hierbij. Daar zit zo'n hele grote fluffy in. Ik heb die al gebruikt. Waarom? Wat doe ik daarmee? Vaak gebruik ik die om te poederen onder mijn ogen. Als je nu eens tijd hebt gestoken in je concealer. En dat is heel mooi allemaal weggewerkt onder die ogen. Dat is mooi opgelicht. Dan kun je een beetje van je loose 1 of 2 nemen. Mag je kiezen. En dan zet je die vast met deze kwast onder je ogen. Want stel als je met de kabuki met je 3 bijvoorbeeld op de huid gaat. Dan haalt je dat lichtgevende natuurlijk weg. Dan is zo'n kwastje heel gemakkelijk. Waarvoor is dat nog gemakkelijk? Highlight. We gaan dus een highlight opzetten. Hier is onze mooie multi-highlight. Super mooi ook nu hè, met de feestdagen voor in ons huis te zitten. Ik vind trouwens dat jullie allemaal moeten schminken. Ook al zijt je alleen thuis. En je mocht je schminken en je mocht je onesie aandoen en je mocht je pyjama aandoen. I don't care. Maar ik wil wel dat je een feestmake-up opdoet. Ook al zit je daar maar gewoon met je gezin en met je man. Ja, we gaan ons niet laten gaan, hè, ladies. We gaan ons niet laten gaan. Ik wil nu niet... Ja. Hoor mij, ik zit hier met mijn pyjama broek aan, maar ik ben wel geschminkt. Ik vind dat een hele belangrijke. Dus, de multi. Dit is een hele mooie kwast om, als je zegt, ik heb moeite met bijvoorbeeld highlighters te zetten, dan is dit wel een ideaal borsteltje. Doordat die zo fluffy is, gaat je ook niet te veel highlighter aanbrengen en kun je heel precies gaan werken. Zie je? Ik zal gewoon bewegen zoals een echte, hè? Dan zit je heel mooi een highlight erop vallen. Hè? Ideaal penseel daarvoor. Waarvoor die penseel nog? Voor bijvoorbeeld je oogschaduw is mooi in elkaar. Als je zo gekend hebt, je hebt dat gezet. Hier licht, daar donker, dan is dat zo'n vlek. Dan denk je, oh, kan toch niet. En is die wel goed, dan gaat je de kleuren mooi in elkaar blenden. Trouwens, ik ben nu met die highlight hè? Ook hier zo'n beetje aan het werken. Hè? Dat geeft ook een heel mooi effect, ziet je het? Dat geeft zo'n heel mooie oplichting als je het verschil ziet van beide kanten. Hier zit nu, ik had hier dan al make-up op, hè. Maar hier zit dan de concealer onder en dan een highlight. Dat geeft een heel mooi oplichtend effect. Dat is een hele goede truc voor iedereen, hè. Even verder zien. Zijn de limited edition lipgloss allemaal dezelfde bij iedere lippenstift een andere? Nee, ze zijn overal hetzelfde. Ik denk dat ik jullie daar plezier mee gedaan heb, want anders gaan jullie alle lipkits kopen. Hè? Dus het is één dezelfde lipgloss in elke kit. Dus je moet maar één kit kopen. Hè? Wat is het verschil tussen de concealer stick en de liquide? De dikte, de textuur, dus deze is het meest dekkende in wat we hebben. Dan hebben we de concealer zelf, is dunner. Trouwens, we zijn deze van formule aan het veranderen en van textuur. Ik vind, wij zijn er, ja, als het beter kan, kan het beter. Volgend jaar komt die in een remake uit, een nieuwe formule, nog beter eigenlijk. Je gaat dat zien. Dat gaat nog smoother zijn. En dan ga je helemaal niet meer kunnen kiezen. Dit is iets droger en matter. Dit is iets meer vocht inbrengend. Dus als je rimpels onder de ogen hebt, zou ik zeggen deze. Zeg je, goh, ik heb een normale huid, dan naar deze. Deze kan je ook op puntjes en puistjes en zo gebruiken. Hè? Die andere dekt iets minder voor dat vlak. Dan, ik was bezig met de penselen dus. Welke zit er nog in die set? Er zit een kleine blender in. Als je die vergelijkt met de gewone blender, dan zie je het verschil. Kijk, ja, die is wel natuurlijk niet proper. Dit is veel steviger en ronder dan dit is meer fluffy. Dus deze ga je heel precies en strak kunnen werken. En als je zegt, ik wil zo in die cut crease, zo, hè, zo in die plooi, een donker kleur. We zullen dat eens doen. Hè. En even zien... Ik ga even palet nummer 1 nemen. En ik ga dat met een boucher doen, dus met een donkerbruin kleurtje. En je wilt daar een intens effect. Dan kun je zo met deze heel precies in die plooi gaan werken. Nog preciezer dan met de tapered. Kijk. En dat blendt eigenlijk niet fel uit. Dat zet die kleur intens. En als je het dan uitgeblend wilt, is wat ik bedoel, dan is deze wel heel goed. Dan kun je zo het verzachten. Trouwens, een ideaal trucje voor oplichten van de ogen. Gewen, last van overhangende oogleden. En dankzij primer gaat de oogschaduw weg tegen het einde van de dag.
op je oogprimer nog wat beige matte oogschaduw zetten. En minder oogprimer. Kan ook wel helpen. Claudia zegt bonbon is ideaal voor mij very nude. Ja, als je van nude houdt, dan is de bonbon inderdaad heel mooi. Heb je nog geen personal assistant nodig die al je afspraken regelt en ook die alle nieuwe producten test? Nee. Leslie, had ik u graag langs mee gehad. Nee. Helaas. Maar you never know ever, hè? Joke, precies last van parontstekingen in de huid. Waar zou het aan liggen? Het weer? Wat doe ik er het beste mee? Draag sowieso iedere dag zo'n persoon en het 4-stappenplan van Lycami. Goh, Joke, inderdaad. Ik kan er van alles liggen. Mijn huid voelt nu op dit moment ook een pak droger aan dan normaal. Ik heb gisteren nog een maskertje gelegd om wat frisse huid te krijgen. Het kan ook van een mondmasker zijn. Het kan ook hormonaal zijn. Dat is heel moeilijk om dat zo op afstand te gaan zeggen, hè. Flatkaboekjes zijn onderweg, dus ik hoop dat die er ook deze week zijn. Deze week gaat er zoveel binnenkomen bij ons in het magazijn, dat is niet normaal. Simona, de foundation van de 1 en de 2 heb ik onlangs meegekregen als tester. De combinatie is super, maar ik zou het ook durven en kunnen mengen met I Am Clean Foundation. Goh, ja, ofwel meng je gewoon de 1 en 2 van zo'n persoon. Hè? En ze zijn alle twee even dekkend, dus don't worry. Wanneer beslis je, ja, dat product ga ik uitbrengen en ontwikkelen? Dat is een topper. Top vraag. Wanneer beslis ik dat? Nu, eerst en vooral kijken wij een beetje naar jullie. Wat vragen jullie? Wat is er in de markt zoal ongoing? Hè? Dat we zien van, goh, wat vragen mensen? Niet alleen hè, onze fanbase, maar ook qua marktonderzoek en kijken naar de concurrenten. He, want dat doe je natuurlijk ook. Wat brengen zij uit? Wat werkt goed bij hun? Dat is ook een hele belangrijke factor in productontwikkeling. En dan gaan we kijken, oké, welke kleuren komen eruit volgend seizoen? Welke kleuren gaan in de mode zitten? En dan gaan wij beginnen met formules te ontwikkelen. Wat missen we? Dan is het, als de formule goed is, dan gaan we de juiste kleur ontwikkelen. En dan na een tijdje gaan we dat testen natuurlijk. Dan laat ik intern Laurie, Carrie, hè, er zijn er heel veel onze make-up fans binnen het bedrijf, die testen vaak mee. En dan brengen we het meestal wel uit. Ja, als het goedgekeurd is. Dat is een beetje het proces. Dus eigenlijk, ja, met x aantal meningen van mensen die allemaal in de make-up zitten en vrouwen en dergelijke. Hè. Eens zien. Welke kleuren gaan de lipkits zijn? Ik heb die al eens een keertje geswatcht. Ik heb ze nu vandaag niet bij me. Ze staan op mijn bureau, maar ik zal ze volgende week dan zeker laten zien. Hè. Trouwens, wie van jullie zit nog niet in onze 100% fanpage, dan zou ik mij toch wel erg gaan haasten, want dat is een pagina op zich waar heel veel leuke dingen in gebeuren. Hè? En Carrie is zich daar bijna fulltime mee bezig in te houden, dus dat is wel een leuke. Ilse, vandaag voor de eerste keer opgemaakt met 100%. Wel, welkom Ilse. Welkom in de familie dan. Hè? Vanaf nu zit je verslaafd voor de rest van je leven. Pyjama en make-up, ja, ideaal, vind ik ook. En dan vind ik dat zo zonde na deze live dat ik dat weer moet gaan afdoen. Maar ja, langs de andere kant vind ik het ook wel heel fijn om mijn make-up af te doen. Limited edition pyjama, ja, zo'n rosé gouden, zo'n heel very shiny. Dat zou ook wel cool zijn, hè? Kan je de unicorn highlighter ook als oogschaduw gebruiken? Natuurlijk, prachtig, doen. Eye primer komt terug. Ja, penselen. Ah ja, lieve, je hebt gelijk, de penselen. Dus ik heb laten zien die grote fluffy, dan die tapered. En dan hebben we nog twee kleintjes. Eén voor in dat hoekje. Hè? En een andere voor de wenkbrauwen. Dus die kan je hiervoor gaan gebruiken. Ook wel een hele handige. En dan zit er nog een heel smalleke bij voor perfecte eyeliners te tekenen. Lipkits gaan 49 kosten. Het is
Sophia, Valassa, zeker komt de eyeprimer terug. Ja, natuurlijk, dat is een topproduct. Even zien. De losse oogschaduw is, alles is binnen behalve de grijze en de neige. Daar zijn we op aan het wachten. Als je daarop wat bedoelt, dan komt dat. Valassa, regenachtige groeten uit Riemst. Ja, Riemst, oei, oei, oei. Hier regent het thans niet. Een Hasselt. Ah, voilà. Hilde zegt, ik heb een beetje spijt dat ik een groen, tussen aanhalingstekens, een groen lijntje onder mijn ogen heb laten tatoeëren. Wel, Hilde, je kunt daar gewoon met make-up over gaan. Hè. Doe dat dan een klein beetje, een concealer erover en dan een potloodlijntje opnieuw. Hè. Dan kan je dat zo wegwerken of met oogschaduwpoeder. Die luxe penselen mogen van mij vast in de Colise collectie komen. Ja, ja, ja. Oei, wap, ik ben hier aan het weg aan het gaan. Gebruik eerst een mineral foundation, 1 onder de ogen, dan de waterproof 1. Maar deze is precies wel heel licht van kleur vergeleken met de liquid. Ja, die is iets lichter dan de liquid foundation, klopt. Ja. Charlotte, moet je altijd een matte oogschaduw in de arcadeboog zetten of mag glanzend ook en welke kleuren? Kijk, het ding is als je hier glans gaat gebruiken op je oogbol. Je gaat hier glans gebruiken in je boog en je gaat hier glans gebruiken. Wat is dat? Een glanzende oogschaduw zit altijd veel meer vet. Ik ga even hoesten, hè? Excuseer. Het zit altijd veel meer vet. En als dat in elkaar blendt, als je dat langs elkaar zet, gaat dat in elkaar blenden en wordt dat zo één vlek. En dat is eigenlijk niet mooi. Dus vandaar dat we zeggen, glans, als je glans hier gebruikt, ga dan in de boog voor een matte kleur. Omdat je dan contrast krijgt in texturen en dat geeft het mooiste effect. Natuurlijk laat ik weten op Instagram en Facebook wanneer onze producten bezig zijn. Onze stories zijn constant geüpdate. Plus in de fanpage zetten we het ook. Er komt heel veel binnen deze week en volgende week. Meer paarse tinten zou wel plezant zijn, Sophie. Goeie tip, dankjewel. Doen we wat mee. Vind ik trouwens ook, hè. Ik hou van paarse tinten. Ik heb zelf groene ogen. Vind ik dan wel heel mooi in combinatie. Claudia, waarom heb je voor rosé goud gekozen? Omdat ik zilver niet zo mooi vind en te cool. En ik hou van roze en ik wil er toch een beetje luxe bij doen. Dus rosé goud was voor mij een logische keuze. Nu, het echte rosé goud neigt iets meer naar het brons toe. En wij hebben toch echt zo meer voor dat roze gekozen. Dus het is gemetalliseerd roze. Wat we toen zijn, hè. Maar even zien, hè. Nadja, sinds ik Sans Persoon leerde kennen, na 10 jaar ermee terug beginnen opmaken. Elke dag en verslaafd aan jullie topproducten. Ah, wel, Nadja. Maar ik denk dat je je nu ook wel beter voelt. Hè? Dus, we zeggen soms, make-up, dat is allemaal fake. Maar uiteindelijk is dat niet. Hè? Ik denk, make-up is gewoon een klein hulpmiddeltje om je innerlijk beter te voelen. Ik zeg duidelijk innerlijk, want het zit allemaal een beetje in ons hoofd. Hè? Sommigen gebruiken het om een laagje te leggen, om iets te verdoezelen. En anderen gebruiken het meer om een beetje in een nopje te zijn en toch wel je beter in je vel te voelen. Dus zeker blijven doen, Nadia, zou ik zeggen. Je kan met een dun laagje een enorm effect hebben en je dag kan zoveel beter zijn. Wenkbrauwborsteltje leuk, ik weet het, maar ik vind het zo. Ja, ons potloden hebben we al. Hè. Dan denk ik, het zit er al op. Daarmee vind ik dat nu niet zo'n... José, gebruik Sans al sinds een jaar. Super tevreden, mijn huid super gebeterd. Had sinds jeugd heel veel last van acne. Ah, dat vind ik nu echt een fijn verhaal, José. Want in onze poeders namelijk zit heel veel zink. En zink zorgt voor ontstekings... Het werkt een beetje ontstekingswerend. Sophie, Kuringen wel regen. Ik woon in Kuringen, hè, Sophie. Wie weet zit je wel mijn buurvrouw dat ik nog niet weet. Alleen heb ik het niet goed gezien net.
Heb ik het goed gehoord dat er een groene concealer stick komt? Daar was heel veel vraag naar. We zijn het aan het bekijken en we zijn aan het testen. Ik heb eentje in de maak, maar ik weet nog niet of het hem gaat worden. Want ik ben nog niet 100% tevreden. Joke, zou jij permanente make-up doen? Nee, ik zou nooit permanente make-up doen. Waarom niet? Eén, ik kan niet tegen pijn. Ik zeg dat heel eerlijk. Ik heb twee kinderen gehad en ik dacht, oh, iedereen doet dat. Daar is niks aan. Ja, nee. Ik heb zoveel pijn gehad. Ik meen dat. Ik kan niet tegen pijn. Dus ik heb het er dus niet van voor over om een lijntje te gaan, om daar te gaan liggen en pijn te hebben. Nu, ik weet, sommige mensen hebben daar geen last van. Maar ik weet ook wel weer dat ik daar wel last van zou hebben. Dus ik heb niet. En ik wissel veel graag, hè. Topkleur voor hazelnootkleurige ogen hangt ook af van jouw huid. Als jij heel licht bent, zou ik gaan naar de lila tinten. Ben je wat donkerder, zou ik gaan voor de warme brons tinten. Even zien. Le fixeur is zeker bij de apotheek. Nieuwe make-up spiegel, mannetjes. Neem ik eens een brood. Eén productje wat we niet meer gaan maken. Nu blijven jullie daarachter vragen. Ze biedt, heb ik nog spijt. Hè? Gewoon, nieuwe neemigheden komen zeker op de website. Op het moment dat die te verkrijgen zijn, kan je die daar eens gewoon bekijken. En in de apotheek en de verkooppunten zelf. Hè? Met welke kleur lipstick kan je donker aan je ogen camoufleren? Dat gaat dus zo mooi zijn. Ik ga hem eens zoeken. Voilà. De Sommon is een ideale kleur. Dat is vrij oranje. Klein beetje, hè, onder die ogen. En dan daar een liquid foundation of concealer over. Hè. Welke kleuren raad je aan met iemand met kleine ogen? Frisse kleuren met een glansje in. Bisou is bijvoorbeeld goed. Rose tendre. Dat zijn allemaal leuke kleuren voor lichte, voor kleine oogjes. Karine, welke gloss? De Bonbon. Even zien, hè. Nu met het koud weer, mistig en dan een mondmasker, loopt mijn mascara wel uit. Stom weer. En stom mondmasker zou ik zeggen. Goh, ja. Goed, misschien moet je proberen, hè. Dat is wat ik vaak zeg. Af te poederen onder je ogen. Dat scheelt een... Ah ja, dat zat... Highlight erop. Dat scheelt wel enorm, hè? Voor houdbaarheid. Ah, Sophie, daar wonen we ook al mee. Charlotte, nee, voorlopig geen mondmaskers in kleiner formaat. Enkel dat een met de staartjes. Zoveel vragen krijg je het hier niet gelezen. Nu, ik ben heel blij. Ik zie hier zoveel fijne getuigenissen van dames die make-up van Samper zou gebruiken. En hun huid zoveel beter is. Ja, daarvoor doen we het. Hè. Zo is het ook initieel ontstaan. Hè. We wouden een make-uplijn maken die heel mooi was. Maar ook die huidverbeterend was. Dat vergeten we soms nogal eens te zeggen. Hè. Wat onze make-up doet. Maar onze make-up is initieel ontwikkeld. Voor mensen met probleemhuiden of mensen die bewust gezonder op dingen op hun huid willen smeren. En onze poeders zijn 100% natuurlijk en al onze andere producten proberen zo goed natuurlijk mogelijk te werken. Dus dan zitten we boven die 90% natuurlijke ingrediënten. En dat houdt in dat je eigenlijk toch nog de performance hebt van make-up. Van goede make-up en combinatie met toch wel heel veel gezonde ingrediënten. Hè? Let's see. Ja. Goed, wat is nog leuk om te weten? Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik zag hem liggen er straks. Nee, dat ga ik hem eens meenemen. We hebben ook een cadeaubon van Saint Pursant. Ook wel heel tof. Kan je ook via de webshop aankopen. Als je zegt, ik wil iemand cadeau doen. En wat is leuk aan die cadeaubon? Die is overal geldig. Dus als je die bij ons koopt, hè, of je, kan je die gaan opgebruiken in elk verkooppunt van Saint Pursant. Dus heb je kans op 600 plekken waar die persoon het kan vinden. Dus ik vind dat wel een
Ja, toch wel een goeie. Lisbeth, zijn echte wimpers die terug nat worden? Ja, en natuurlijk, onze mascara is water resistant, niet waterproof. Dus als je daar veel water terug op krijgt, ja helaas, pindakaas. Maar dan loopt die wel natuurlijk uit. Ik weet niet of ik per se naar die waterproof zou gaan. Dan moet je zelf weten of je dat belangrijk vindt. Als je echt kletsnat wordt, ja, dan zou ik natuurlijk wel naar de waterproof gaan. Joke, een nieuwsgierige zakelijke vraag. Hoe schat je de vraag naar nieuwe producten in als ook productontwikkeling? Je zei eens dat het 9 maanden duurt totdat iets geproduceerd is, dus ik zou het lastig inschatten vinden. Dus nieuwsgierig hoe je dat inschat, bedoel je de hoeveelheden of de soort producten? Als het gaat over de hoeveelheden, dat is eigenlijk een wiskundeoefening. Hè? Dat is rotaties gaan berekenen. En kijken hoeveel verkooppunten heb je, wat is nu de rotatie, etc. Dan is dat delen door een maal doen. Als het gaat over het soort product, nu 9 maanden lijkt lang, is ook lang, maar in trends is dat niet zo extreem lang. Plus, we zitten nog altijd in de ontwikkeling van vrij basisproducten. Die stick is een vrij basisstuk. Een contourstick, daar is heel veel vraag naar. Is ook nog altijd vrij basis. Het is pas als je extreem vernieuwende dingen gaat doen, dat het een beetje risky is. En ook trendkleuren, bijvoorbeeld de Pantone kleuren, de nieuwe trendkleuren liggen al 1,5 jaar op voorhand vast. Dus je kan daar allemaal wel rekening mee houden. En dat is met mode ook zo. Hè? Dat is ook ontwerpen 1,5 jaar soms op voorhand voor het op de markt komt. Dus daar heb je wel trendwatchers voor. Je hebt er heel veel dingen voor om als referentie te gaan gebruiken. Hè? Nu, wij maken nog altijd make-up voor eigenlijk gemakkelijke make-up in een mooi jasje met gezonde ingrediënten. En op die basis denk ik niet dat we heel veel kunnen fout doen. We zijn altijd op zoek naar hoe kunnen vrouwen zich op de meest gemakkelijke manier gaan opmaken. En op die basis, dat is eigenlijk de fond van ons verhaal. Anja, een kleiner budget, dan zou ik zeggen, ik ga voor de 5 étoiles, want dan heb je 5 volwaardige producten voor een lagere prijs dan als je alles loskoopt. Voilà, ça. Ik denk dat we er bijna zijn voor deze maandagavond. Ik ga er weer zijn woensdag. Morgen is het CPC Celebs. Dan is er weer een BV die aan de slag gaat met onze producten. De BV's trouwens die werken met onze producten zijn BV's die eigenlijk heel enthousiast zijn. En wij betalen die mensen niet, ook arm. Hè? Nee, maar het is wel heel belangrijk. Ik wil dat wel even melden dat mensen zijn die de producten werkelijk ook echt altijd gebruiken. En daardoor, want wij houden echt wel van die authenticiteit, hè? Want het is heel gemakkelijk soms om mensen te betalen om met jouw product aan de slag te gaan. Maar zo werkt dat niet voor ons. We vinden dat wel heel belangrijk dat mensen authentiek zijn en daar ook vooruit komen. En dat is wel een leuk wistiedatje, hè? Kabuki wassen liggend drogen of rechtop? Ofwel ondersteboven. Ofwel plat. Nooit zo. Want als het water in uw omhulsel loopt, lossen de haren. Dus altijd ondersteboven of plat. En deze moet ik ook nog eens wassen. dus morgen CPC Celebs. Woensdag ben ik er terug met een make-up probleempje. Dat gaan we dan fysiek aanpakken met een echte make-up les. Donderdag hebben we weer een van onze toffe ambassadrices of visagistes. Vrijdagmiddag is het een van ons intern tof team die een make-over gaat doen. Ja, en dan zondag, zoals ik gezegd, heb ik de Sint op bezoek. En dan gaan wij een leuk spelletje doen. Dan gaan wij vragen stellen. En dan gaan wij een wedstrijd, de winnaar van onze wedstrijd, kiezen. Dus voilà, ça. Laat u helemaal gaan. Deze week met make-up. Heb allemaal een gezellige week.
december begint. Ik vind dat de leukste maand van heel het jaar. Mijn twee kindjes zijn in decemberjaring bijvoorbeeld. Het is kerstmis. We sluiten het jaar af. En op het einde van het jaar heb ik een weekje verlof. Dus ik kijk helemaal uit naar de nieuwe producten en de nieuwe launches. En al jullie aankopen en die nieuwe jullie sparkling looks. Hè? Goed? Voilà!